Voilà, beste mensen, hier volgt nog een reportage over Kloosterzande. Het is een beetje voor de mensen dus die de streek kennen over de verkeersveiligheid. Dus ik kom hier met mijn fiets aan, bijvoorbeeld vanuit Vogelwaarde, Hengsdijk, Kloosterzande binnen. Zoals je ziet, dat is redelijk veilig. Ik ben op het fietspad. Dus ik ga door. Op een gegeven moment heb ik daar een kleine overgang. Dus ik hoef niet op het centrale kruispunt te komen die links is. En ook hier heb je dus de mogelijkheid, als je van dat fietspad komt in feite, kan je langs die baan gaan. Dus het biedt je toch wel een zekere veiligheid. Dan hier keer ik even terug. Hier is de nieuwe bushalte om verder te gaan naar het centrum van Kloosterzande of richting Hulst. Hey, dat is ook oké. Dus je kan daar eventueel wachten op de bus en even aan de rechterkant, aan de andere kant in feite, dus je fiets zelf plaatsen. Dat is allemaal oké. Maar dan begint het als je terugkeert. Dus als je terugkeert vanuit Kloosterzande richting Hengsdijk, richting Vogelwaarde, dan begin je serieus in de problemen te komen. Voilà, ik kom hier terug aan dat kruispunt. En wat zie je dus? De wagens van de andere kant die Kloosterzande binnenkomen. Ja, hier in beeld heb je nu niets, maar dus je hebt daar de wagens die binnenkomen. Aan de linkerkant heb je dus ook natuurlijk de wagens die rechtdoor gaan, of de wagens die naar het centrum van Kloosterzande gaan. Maar met de fiets moet je terug naar dat fietspad gaan. Dus dat wil zeggen, ik heb hier eventjes pijltjes gemaakt, op welke wijze kan ik terug naar dat fietspad. Want aan de rechterkant is er geen fietspad, er is maar één fietspad voorheen en terug te gaan. Voilà, en hier op de tweede afbeelding wil ik ook even tonen, de nieuwe bushalte van Kloosterzande Molen is hier geplaatst. Die was vroeger aan de molen. Door het feit dat die hier geplaatst is na het kruispunt, is het nog dubbel zo moeilijk en dubbel zo gevaarlijk geworden. Dus als je met de fiets komt, je wilt terug naar het fietspad gaan, moet je de rode pijl volgen. Je komt terecht in het midden van het verkeer. Dat kan verkeer zijn die binnenkomt in Kloosterzande, van links, van rechts. Als je naar de bus wilt gaan, moet je even rechtdoor. Je komt ook in een verkeerssituatie terecht. En dus aan de rechterkant moet je fiets plaatsen. Dus even voor het bushok daar is er een fietsstalling. Vervolgens kan je dus daar op de bus wachten die richting gaat van Terneuzen bijvoorbeeld. Vogelwaarde, Terneuzen en zo verder. Maar je mag ook niet vergeten, als je dus met je fiets komt van de andere kant, ben je aan de overkant van dat kruispunt, moet je ook naar die bushalte gaan. Dus je bent terug op dat kruispunt. Om te gaan naar Kloosterzande is het minder problematisch, maar om terug te keren is het absoluut niet normaal. Ik zeg het nog een keer, ik ben gisteren op dat kruispunt geweest, toen komt er plotseling een wagen af van de andere kant, volle bak. Ja, maar dat zijn toch dingen die absoluut niet mogelijk zijn. En dan ook nog s'avonds, het is daar donker, s'morgens is daar donker, er zijn geen verkeerslichten. Ja, het is toch wel dat bushok daar die alle problemen veroorzaakt. En ten tweede ook, ja, het fietspad. Hoe lossen we dat daarop? Ik zeg, een mens moet terug langs het fietspad naar huis. Je mag niet langs de rechterkant, langs de baan naar huis gaan. En je moet terug oversteken. Dus het wordt toch wel dringend noodzakelijk dat er daar ingegrepen wordt aan dat kruispunt. Want het is absoluut supergevaarlijk. Ik heb ervaring van te fietsen, maar daar aan dat kruispunt, het is echt absoluut niet normaal hoe gevaarlijk dat het eigenlijk is om naar die halte te gaan. Dus ja, voor die halte, voor het verkeer die binnenkomt in Kloosterzande, is er dus een op de grond snelheidsbegrenzer. Maar je mag niet vergeten, als de bus binnenkomt van Connexion Bustin, dan heeft die snelheidsbegrenzer geen effect. Dus die bus komt er gewoon verder zonder enige problemen van echt te moeten remmen. Enkele meters na die halte. Voilà, je kan het hier zien op de video. En je weet ook,
Als je 80 per uur mag rijden op die hoofdbaan en plotseling moet je afremmen voor 50 km per uur, dat gebeurt ook niet vaak in enkele meters. Dus ja, het verkeer komt daar binnen, die bus komt daar toch wel binnen en amper enkele meters verder heb je de busgehalte. Dus het is absoluut ongepast voor de veiligheid ook dat die busgehalte daar is. Het is ook donker 's morgens en 's avonds. Dus ja, waar is de veiligheid? De bus zou terug moeten stoppen aan de molen, waar dat de halte vroeger was. Er was daar een bushokje. Dus het is toch wel aangeraden dat die busgehalte terugkomt aan de molen met een bushokje. Want je ziet hier toch wel op de video, je hebt hier ook die hoek. Kijk, als je vanuit die hoek wilt de straat oversteken, hoe kunnen de wagens of de bus je zien die afkomt naar de binnenkant hier van Kloosterzande?